Een hartoperatie of hartaandoening kan je leven flink overhoop gooien. Naast de lichamelijke gevolgen voel je je misschien onzeker of heb je angst om te bewegen. Hartrevalidatie helpt patiënten van het hartcentrum in het Hagen Ziekenhuis hun leven weer op te pakken. Hartrevalidatie is een multidisciplinair revalidatieprogramma waarbij patiënten zowel mentaal als fysiek aan hun herstel werken met het grootste doel om cardiale klachten en ziektes te verminderen dan wel te voorkomen in de toekomst. We bieden hier in het Hagen Ziekenhuis de hartrevalidatie aan, maar daarnaast is er ook de samenwerking met Capri Hartrevalidatie, zodat we alle patiënten zo snel mogelijk kunnen laten revalideren, dus dat er meerdere mogelijkheden zijn. Dus het is ook een beetje afhankelijk van wat goed is qua bereikbaarheid. Bij de revalidatie hebben we een stukje cardiotraining wat we aanbieden. En daarnaast gecombineerd met de krachttraining. Maar naast die twee items hebben we ook een stukje sport en spel. En zeker bij het sport en spel zie je dat mensen toch wat meer geneigd zijn om hun grenzen op te zoeken. En dat het stukje angst iets meer op de achtergrond komt te staan. Waardoor je ook een stukje zelfvertrouwen wat meer aan bod laat komen. Daarnaast hebben we ook aandacht voor ademhaling en ontspanningsoefeningen. Omdat dat ook bewezen is dat dat ook een stukje stressverlichting geeft. Wat ook ten gunste is voor het voorkomen in de toekomst. Daarnaast bieden we ook een groepsbijeenkomst aan en die wordt begeleid door maatschappelijk werken en psycholoog. Daar zijn ook eventueel de partners bij welkom. En het gaat eigenlijk over de maatschappelijke gevolgen van de hartproblematiek die de mensen hebben. Mocht dat nodig zijn, dan hebben we ook de mogelijkheid voor een 1-op-1 begeleiding. En dat kan zowel door maatschappelijk werk als door de psycholoog aangeboden worden. Dus die optie hebben we eventueel ook. Met het multidisciplinair totaalpakket wat wij aanbieden, willen wij eigenlijk patiënten zowel fysiek als mentaal op de rit krijgen en het liefst beter dan voorheen.